Yo, what up gasten, top dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Bram Venega en het is een kerstspecial, het is kerstvakantie. Dus ik dacht, wij gaan lekker elke dag uploaden. En vandaag staat er een video op het programma wat ik elk jaar doe. Ik doe dit elk jaar, dus ook dit jaar ga ik het weer doen. Ik heb er heel veel gezien, namelijk mijn team of the year van dit jaar. Dat gaan we in deze video gaan we dat zeggen. Dat is trouwens ook waarop ik heb gestemd. Dat kon je doen tot 20 december. Dus dat kan nu niet meer. Heb je dat niet gedaan, mag je niet gaan zeuren over het team of the year. Had je maar moeten stemmen. Ja, iedereen heeft gestemd. Als je niet hebt gestemd, dan ben je dom. Grapje. Dit is echt heel dom wat ik zeg. Goed, laten we gaan beginnen met de keeper. Alisson Becker heb je, Onana heb je daar, je hebt daar Ter Stegen en je hebt daar Oblak wat mij betreft. Misschien ben ik er één vergeten, dus ja, daar weten we wel van, die wordt het niet. Voor mij ging het hier tussen Onana, heel erg goed seizoen gehad, maar vond ik niet de beste keeper ter wereld. Hij was wel ongelooflijk goed, maar ik vond hem echt niet de allerbeste. Dan heb je Alisson, ja, ongelooflijk goed seizoen gehad. Daar heb ik ook nog heel lang over getwijfeld. Maar ik vond hem niet de beste keeper ter wereld. Dan heb je nog Ter Stegen. Ja, voor FIFA. Ter Stegen, houd hem tegen. Voor FIFA-wise gezien zou Ter Stegen het gewoon zijn. En ik ben ook bang dat hij het gaat worden, omdat hij de meeste stemmen krijgt. Of Alisson of Onana. Maar ik ga voor Janero Oblak. Ja. Want Jan Oblak, ik zeg het al een paar jaar, hij is de beste keeper ter wereld. Ik vind hem zo ongelooflijk goed. En dit seizoen natuurlijk, Atletico heeft een wat minder seizoen gehad. Maar zijn alsnog prima boven Real Madrid geëindigd. Prima gedaan. En ja, natuurlijk uitgeschakeld in de Champions League. Maar Oblak, ja, die houdt Atletico nog als een topclub. Want als je voor de rest naar de selectie, zeker nu kijkt naar Atletico, dat is echt niet een hele goede selectie. Maar Oblak, met zijn reddingen, pakt die punten. En ik wil trouwens ook gewoon altijd bij mijn standpunt blijven. Ik heb het al vanaf FIFA 18 gezegd dat dit de beste keeper ter wereld is. Dus dat ga ik niet veranderen. Dit is de beste keeper ter wereld. De rechtsachter, Ja, de rechtsachter. Vorig jaar hebben we daar natuurlijk een centrale verdediger gezien. Ik wil dat dit jaar niet meer zien. Dat is gewoon veel minder leuk. Ik wil daar gewoon een echte rechtsachter hebben. En ja, eigenlijk ging het voor mij dan maar tussen twee mensen. Kimmich en Trent Alexander-Arnold. Tuurlijk, Mazraoui was goed, maar niet team of the year waardig. Nee. Nee, dat was hij niet. Kimmich, prima seizoen gehad. Bayern, niet het allerbeste. Maar is hij de beste rechtsachter van de wereld? Naar mijn mening niet. Dus, Trent Alexander-Arnold. Ongelooflijk goed seizoen gehad. Champions League gewonnen. Premier League bijna gewonnen. En ja, hij is gewoon heel erg goed. Liverpool is gewoon heel erg goed. Dus, ja. Trent Alexander-Arnold. Ja, wat moet ik er nou nog meer over zeggen dan dat hij gewoon ongelooflijk goed is. Dan, centraal. De man, laten we gewoon beginnen met eigenlijk het logisch. Virgil van Dijk. Ja, gewoon de beste speler ter wereld. Beste verdediger ter wereld. Beste Nederlandse voetballer ter wereld. Oud FC Groningen. Weet je, wat moeten we... Hij is gewoon de beste. Champions League gewonnen. Bijna Premier League gewonnen. Bla, 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 bla. FIFA. Ja, dit wil ik eigenlijk nog wel meerekenen. FIFA World Cup voor clubs gewonnen. Ja. Nations League finale gespeeld. Nations League finale. Van Dijk, ik vind ook trouwens een 99 kaart. Dat vind ik. Ja. En dan die andere centrale verdediger. En daar heb ik wel even lopen twijfelen.
Koulibaly, Ramos, die hebben we nog meer op dat lijstje staan. Matthijs de Ligt hebben we over getwijfeld. We hebben overal, over, eigenlijk voornamelijk over die drie, Koulibaly, Ramos en de Ligt heb ik getwijfeld. De Ligt natuurlijk ongelooflijk goed seizoen gehad bij Ajax. Ramos een iets minder seizoen, maar blijft een van de betere spelertjes. Die is gewoon goed. Ja, en Koulibaly. Ja, voor FIFA is hij gewoon ongelooflijk goed. En het is ook wel leuk om een Serie A-speler erin te hebben. Ja, dus ik heb gewoon een beetje gekeken. En toen heb ik toch wel een beetje naar mijn hartje gekeken. Naar mijn Nederlandse hartje. Heb ik toch voor het Nederlandse centrum gekozen met Matthijs de Ligt. Ja, halve finale van de Champions League. Transfer gemaakt naar Juve, waar hij nu natuurlijk op de bank zit. Maar ik ga dat gewoon niet meetellen. Hij was de beste van het afgelopen jaar na Virgil van Dijk. Dus hij was goed. Nations League finale gespeeld, verloren. Halve finale met Ajax verloren. Kampioen geworden, KNVB-beker gewonnen. Klaar, zijn we ook gewoon klaar. Bijna Golden Boy gewonnen. Prima. Hoort gewoon in het Team of the Year. Matthijs de Ligt. Dan de linksachter, daar ga ik kort over zijn, daar heb ik geen twijfel gehad. Andrew Robertson is de enige linksachter die het zou verdienen. Je zou Jordi Alba er neer kunnen zetten, maar vond ik niet terecht. Robertson was ongelooflijk goed dit jaar en verdient daarom zijn Team of the Year. Dus, Robertson, van mij krijg je die Team of the Year. Als het aan mij ligt, Robertson. Andrew Robertson. Om beste linksback niet over praat. En dan komen we aan bij het middenveld. In het middenveld hebben we ongelooflijk veel opties. Maar eigenlijk heel veel sloot ik wel uit. Modric, vorig jaar Ballon d'Or gewonnen. Waar was hij dit jaar? Ik heb hem niet gezien. Gewoon niet gezien. Tadić was wel heel goed. Daar heb ik dus ook nog even over getwijfeld. Maar niet echt. Wat mij betreft was er maar één middenveld. Met als man, als eerste man eigenlijk, die heel erg logisch is. En dat is Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, ja. Hij was gewoon de beste middenvelder. Bij Ajax was hij ongelooflijk goed. Transfer gemaakt bij Barça. Bij Barça nu de minst gewisselde speler van de hele Barça-selectie. Hij heeft meer minuten gemaakt dan Lionel Messi. Hij is gewoon ongelooflijk goed. En daarom verdient hij gewoon een plek in het Team of the Year. Gewoon geen twijfel over mogelijk. Frenkie de Jong hoort in het Team of the Year van 2019. Het is een nieuwe dag. En we gaan weer verder. Ik ben ook naar de kapper geweest. Zelfde truitje aangedaan. Maar goed. De volgende middenvelder die in mijn Team of the Year zit. Is Jorginho Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum heeft een heel erg goed jaar gehad. Is wat mij betreft gewoon samen met Frenkie de Jong de beste middenvelder van de wereld. Dus hoort hij mijn Team of the Year. Jorginho Wijnaldum. En dan is er nog één middenvelder. En die vond ik ongelooflijk moeilijk. Want welke middenvelder heeft nou echt een fantastisch seizoen gehad en verdient een plekje in mijn Team of the Year? Nou, Modric en Tadić heb ik over getwijfeld. Modric niet, Tadić niet, De Bruyne niet, De Bruyne veel geblesseerd geweest, dus daarom niet. Kanté, als we het over FIFA hebben, zou Kanté het natuurlijk gewoon worden, maar qua seizoen niet. Royce, ja, voor mijn FIFA Ultimate Team perfect, maar jongens, ik ga dat toch niet kunnen betalen, dus Royce verdient dat niet. Er is maar, naar mijn mening, maar één man die dat verdient. En dat is Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, die verdient dat. En ja, ongelooflijk goed jaar gehad. Ja, wat moeten we nog zeggen over deze geweldige man? Over deze geweldige man. Hakim Ziyech heeft een plekje in mijn Team of the Year. Dan de aanval. Daar komen we bij. We zijn nu bij de laatste drie spelers van mijn Team of the Year. De laatste drie.
En dan gaan we gewoon beginnen met in de aanval de makkelijkste. Iedereen heeft deze man en zijn team of the year. Lionel Messi, Ballon d'Or gewonnen voor de 6e keer. Gewoon een prima seizoen gehad. Halve finale Champions League. Wat heeft hij nog meer gedaan? Ja, gewoon heel veel goals gemaakt. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. En ja, Lionel Messi verdient een plekje in het team of the year. Zoals altijd. Dan de volgende. En ik ga naar linksbuiten. De spitspositie, die bewaar ik nog even. Want die linksbuitenplek, die leek me duidelijk. Hij heeft de Champions League gewonnen. Mané. Sadio Mané. Ongelooflijk goed seizoen gehad. Ver gekomen volgens mij in de Afrika Cup. En hij heeft natuurlijk gewoon de Champions League gewonnen. Dus hij verdient een plekje in mijn team of the year. Sadio Mané. Ja, wat moeten we over Mané zeggen? Hij was ongelooflijk goed afgelopen jaar. En moet daarvoor gewoon in het team of the year komen. Besef ook even wat voor kaart er zal worden op FIFA. Ik denk echt dat hij heel duur zal worden. En dat hij ook heel erg goed zou zijn. En dan de laatste. Dan de laatste aanvaller. En daar heb ik over getwijfeld. Hazard niet. Neymar verdient het ook niet. Harry Kane, ja, verdient het ook. Ja, misschien verdient hij het wel. Maar die wil ik niet in mijn team of the year zetten. Aguero heeft een ongelooflijk goed jaar gehad. Maar verdient het, naar mijn mening, ook niet. Heung-min Son ook een ongelooflijk goed jaar gehad. Maar is hij team of the year waardig? Dat is dan de vraag. Firmino, ja, zou kunnen. Maar heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. Salah heb ik nog heel lang over getwijfeld. Heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. En Ronaldo heb ik ook niet gedaan. Dan blijft er eigenlijk wat mij betreft nog maar één kans hebben over. En dat is Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ja, ik gewoon een goed jaar gehad. Niet een heel bijzonder jaar. Maar Messi ook niet een heel bijzonder jaar. Heeft Paris eigenlijk gered. Hè? Neymar geblesseerd. Cavani geblesseerd geweest. En hij heeft Paris gewoon gered nog. Dus ik wil dat Mbappé in mijn team of the year komt. Dit is dan mijn team of the year. Ja. Mijn team of the year gaat als volgt. De goal Oblak. Rechtsachter Trent Alexander-Arnold. Dan centerback Van Dijk. Andere centerback De Ligt. Linksachter Robertson. Op het middenveld Frenkie de Jong, Wijnaldum, Hakim Ziyech. In de aanval Messi, Mbappé en Sadio Mané. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen weer. Ciao.